We zijn vandaag in de Sint-Jozefkerk, waar Sjoerd Engelbertink vertelt over zijn betrokkenheid bij deze kerk en zijn kerkelijke onderscheiding. De Sint-Jozefpenning is de penning die vrijwilligers krijgen voor hun bijdrage aan de kerk. En in feite krijgen mensen die als ze lang vrijwilliger zijn geweest, net zoals ik. Nou, als klein jochie kwam ik hier eigenlijk al buiten bij het oud papier, bij mijn opa's die daar mee helpen. En ik weet niet anders dat ik hier rondloop en ik ben nu al 12,5 jaar missionaar en acolyt. En daarnaast doe ik hier gewoon de hand- en spandiensten. Mijn opa en oma hebben de pauselijke onderscheiding gekregen en eigenlijk al mijn opa en oma's, dus alle vier, hebben ook de Sint-Jozefpenning gekregen. Dus ja, appel valt dan niet ver van de boom, zou ik maar zeggen. Dus je bent wel bekend met het kerkelijk gebeuren hier? Ja, dat wel. Ik bedoel, als klein jochie kwam ik al en ik ben hier gewoon blijven hangen. Maar dat jij hier in de kerk bent, dat wil niet zeggen dat jij alleen dit soort dingen doet. Ja, ik ben nu momenteel aan het afstuderen aan de universiteit in Enschede. En daarnaast ben ik gewoon een student hier van het studentenleven geniet. En ik zit bij een studentenvereniging in Wageningen, het Norberschap, waar ik dan aankomende schooljaar nog het bestuur van ga doen. En het lustrum organiseer, dus daar ben ik ook allemaal druk mee. Maar je bent ook bij de voetbal hier in Almelo? Ja, ik voetbal ook nog steeds op zaterdag bij PA in het 8e. Vriendenteam, maar ja, we spelen wel om het kampioenschap en de halve finale beker, dus de resultaten zijn nog goed. Ook daar ben je dus fanatiek in? Ja, dat is wel een eigenschap die in mij zit, dat klopt. En organiseren gaat je dus ook makkelijk af? Ja, dat is iets wat ik wel leuk vind. Eigenlijk gewoon dingen aanpakken en druk ermee zijn. Ik bedoel, voor de Norbers ben ik nu altijd druk met meerdere commissies. En omdat het 9e lustrum eraan komt, moet ik ook daar veel tijd in steken, dus dat komt wel goed. Juist, en die studie, dat komt ook goed? Nou, ik denk het wel, ja. Dat moet wel lukken. Ik bedoel, ik ben nu ook aangenomen voor de universiteit in Wageningen, dus dat zit allemaal wel goed.